Wie ben jij? Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wie zijn jullie? Oh, nee, dekking. Smokers gooit handen omhoog. Zonder probleem heb ik deze twee peren uitgeschakeld. Wow! Ja, wat cool! Kom jullie me ophalen! Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. Auw, wat leuk dat jullie er zijn. Vandaag heb ik toch zo'n leuke planning weer, kijkers. Daar. Ah, dat is een lavalamp. Ik dacht, wat nou als ik echt de grootste lavalamp ooit ga maken? Maar voordat ik dat ga doen, moeten jullie eventjes abonneren. Reageer dat je bent geabonneerd en dan komt je naam. Niet in beeld, dat zijn livestreams. Dan geef ik jouw reactie een hartje. En 3000 likes. Dus like nu even gelijk. Oh, kijkers, ik heb hier zoveel zin in. We gaan echt de allerleukste dingen doen. Ik denk dat ik wel eerst nog even wat dingen klaar moet zetten daarvoor. En ik moet misschien nog even de goede missen. Check. Wat gebeurt er? Check. Verdachte aangetroffen. Ja, neem me mee. Kom, neem me mee. Wakker worden! Wakker worden! Wat? Ja, godverdamme, waarom deed je? Handen omhoog! Rustig! Oh, waar ben ik? Zitten? Ja. Mag ik mijn handen wel naar beneden doen? Nee. Wie ben jij? Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wie zijn jullie? Het voorstellen komt straks. We weten wie jij bent en dat is geen ieder geval genoeg. De rook trekt een beetje weg. Jullie zijn van de DSI. Wat cool. Nee, er is niks cools aan. Hoezo niet? Je mond houden, ik ga je wat vertellen. Ja? Collega, pak jij de iPad even. Maar ik heb helemaal niks fout gedaan. Ik ben echt onschuldig. Ik wilde alleen een grote lavalamp bouwen vandaag, meer niet. Niet waar. Jawel. We wachten even op de iPad. Tot die tijd, ter confirmatie, naam. Stop daar eens mee. Goed, collega. Je mag zo meteen die iPad laten zien. Henky. Ja? Je gaat veroordeeld worden. Veroordeeld? Voor meerdere doden. Meerdere doden? Ja. Daar ben ik al voor veroordeeld. Dat is niet waar. Jawel. Collega, laat het maar zien. Ten eerste, de dood op Ari. Nee. Welke was dat? Niet op de rode knop klikken met zoveel motoren. Deze toch? Nee. Ten tweede, de dood van Barry. Eén, er tweeën. Oké, ga lekker rijden. Ten derde, de dood van Corrie. Ik ga op vakantie. Ik hou van je. Koeri! Wat heb je met Koeri gedaan? De vierde, de dood van Dimitri. Ook al kenden we die niet echt, maar dat maakt niet uit. Ja, maar... Nee! We zijn de dood van Ernie, notabene. Stop, Ren! Ernie! Dan een van de ergere, de dood van Frankie. Hij was nog zo jong. Ja, maar Frankie was onschuldig. Nu rustig omdraaien, je gaat je handen... Frankie is nog klaar, of niet? Nee! Ik schrok van je! De dood van Gerry. Gerry, ja, dat was een beer. Daar heb ik toch helemaal niks mee te maken. Gerry! Nee! Gerry, kom, we moeten gaan! We moeten ook beginnen! Nee! Gerry! En de dood van Iggy. Iggy? Weg! Mag ik hem houden? Moet ik weg? Ja! Ja, collega, dat was hem. Dat was hem. In ieder geval, daar word je voor veroordeeld. Maar nee, hoezo? Daar ben ik al. Ik ben al veroordeeld. En alle. Ik heb alleen Ari, Betty en meerdere misschien vermoord. Jij hebt al te veel gezegd. Kan ik er niet iets voor doen? Ik wil niet weer naar de cel. Gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil niet weer naar de gevangenis. Laat ik mezelf in ieder geval heel even voorstellen. Mijn collega Peter. Peter? Ben jij dat? Is Peter gepromoveerd? Ik heb een probleem met richten. Hoezo? Wat doe je? Waarom richt je? Sorry. Het gaat even fout. Mijn naam is Jody. Jody? Ja, J-O-D-I-E. Jody. Jody, oké. We zijn van de DSI. Ja, dat... Weet je waar dat voor staat? Dienst... Suspectieve... inrichting. Nee. Voorzichtig! Volgende gaat door je kop. De DSI. Ja, goed zo. We gaan door. Wacht, staat de DSI voor DSI? Nee. Je gaat in ieder geval waarschijnlijk levenslang de cel in. Nee. Alles behalve dat. Echt waar. Ik doe alles. Nou, de doodstraf dan. Nee, dat... Behalve de doodstraf.
Alles behalve de doodstraf en gevangenisstraf. Persoonlijke slaaf, Peter? Wat vind je daarvan? Ja, vind ik ook. Kijk uit, hè. Die loop gaat tegen je voorhoofd aan. Ik weet het. Kan die even krabben? Oh ja, hoor je. Dat is lekker. We hebben zo meteen een inzet. Dan ga jij mee op de front. Ja. Peter, ik ben al wakker. Oké, Henkie. Ja. Je gaat of zo meteen op de frontlinie staan bij vuurwapengevaarlijke verdachtes. Oké, of... Of je gaat de cel in. Ik help wel, ik help. Ik ga echt helpen. Ja? Ja, ik beloof het. Ik beloof het. Ik kom. Ik ga langzaam mee. Ah. Links! Oh, links! Nee, wacht. Links! Oh, wat een prachtig links. Voertuig. Links. Ik wilde net even goed links. Kijken. Ah, oh, wat mooi dit, hé. Geen getuigen. Geen getuigen. Geen getuigen, oké. Ah, oh, wat mooi dit. Wat leuk. Kom je bij me zitten, Peter? Ja, hij komt eraan. Zegt hij. Hij zei helemaal niks. Peter, deur dicht. Goed zo. Goed zo. Ah, waar gaan we heen nou? Geen. Zijn we Peter, er bijna? We zijn er bijna. Oh, zijn we er bijna? Hé, hey, Peter! Waarom doe je dit nou? Zijn we nou niet gewoon bij het politiebureau? Ja. Maar je zei dat het geheim was. Ja. Maar dit kennetje ben ik vaak genoeg geweest. Ja, maar als je het al wist, dan was het geen geheim meer. Mocht je al uitstappen? Hadden we dat al gezegd? Nee. Dan dacht ik, instappen. Oké. En nu? Ja, uitstappen! Ja! Ah, rustig! Zijn we er hier en hier naar rechts, hè, was het? Ja. Oh, rustig! Goed, kijk in de spiegel. Ik kijk in de spiegel. Wat zie je? Ik zie... Maar je ziet er nog niet uit. Nee, ik... Je moet alles nog aandoen. Ja, dat klopt. We hebben daar een tas in de hoek staan. Ja? Daar! Ja, rustig! Daar zitten je spullen in. Ik ga ze nu aandoen, daar komt hij. Oh, daar gaan we, jongens. Ah, hoppakee. Zo, wat zie ik er cool uit, hé! Wat mooi! Wat is klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb me omgekleed. Het is wel zwaar, hoor, dit. Ja. En nu, wat gaan we doen? Meekomen. Meekomen, ik loop mee. Je krijgt natuurlijk ook een wapen. Welk wapen krijg ik? Ik wil graag eenmaal MG. Nee, ik krijg een lichtwapen. Een licht, echt. Maar ik kan ook wel zwaar geschud, hoor. Wat? Zwaar geschud. Nee, je krijgt een kleintje. Kijk eens, alsjeblieft. Dit is niet klein. Dit is... Kijk nou! Niet richt op ons. Sorry. Oké, ik ben klaar voor de oorlog. Ik ben klaar voor een inval. Waar gaan we heen? Wie gaan we pakken? Dat ga ik zo meteen vertellen. Ik krijg zo meteen brieven. Ja? We gaan eerst naar de auto. Okay. Peter, ik wil dat jij vast de route bekijkt of die veilig is. Zie ik je zo. Is dat het plan? Dat zijn een paar kogelschoten. Dat lijkt op een poppetje. Dat bedoel ik. We gaan schieten op poppetjes. Ja, poppetjes. Ja. We gaan naar het plaatsdelict. Ja. Waar het allemaal gaat gebeuren. Waar het allemaal gaat uiteindelijk gebeuren. Ook een plaatsdelict wordt. Want er gaan heel veel doden vallen. Oké. We zetten jou af. Wij blijven in de auto zitten en je gaat naar binnen. In mijn eentje. Geen vragen. Oké, geen vragen. Ik ga naar binnen. Je schakelt iedereen uit die je tegenkomt. Ik schakel iedereen uit die ik tegenkom. En je neemt Subject S mee. Subject S, wie is dat? Dat zul je daar wel zien. Klaar! Ik ben klaar! Wat? Ja! Niet richt op mij! Niet richt op mij! Ja, ik wist het! We hebben haast! Rennen! Haast! Oh, voorzichtig! Waar ga je dan? Peter moet poepen! Peter moet poepen! Ja, is en dat de auto mag niet onbewaakt achterblijven! Oh, we zijn er bijna. Oké, ik ben klaar niet om rennen. Mensen... Subject... Wat? Hier mag je niet meer rennen! Waarom mag ik hier nou niet rennen? Gewoon gevaar voor de gevangenen! Oh, ja, weet je, over gevangenen gesproken, ik heb hier toen gevangen gezeten samen met opa Gerard. Gadsverdamme. Nee! Oh! Nou, daar zijn we. Gaan we die kant op? Ja, jij gaat achterin. Ik ga achterin, prima. Peter zit er al of Peter is poepen of zo? Die moest even poepen. Oh, die komt er zo aan. Nou, laten we die kant op gaan. Goed, je hebt het begrepen dus. Ja, ik heb het hele plan begrepen. Ik ga naar binnen, ik moet Subject S moet ik ophalen en alle slachtoffers en weet ik wat daar, er moet een crime scene moeten komen. Waar is ze dan überhaupt? Oh, hier! We gaan er zo meteen naar binnen. Ja? Nou ja, jij gaat naar binnen, wij blijven hier in de bus. Oké, waarom moet ik het alleen doen? Nou, gewoon. Uitstappen. En gaan. Gaan. Oké, dan ga ik. Rap op en naar binnen. Ik heb Subject S gevonden! Daar zie je! Nou, wat nu? Nee, natuurlijk is dat Subject S niet. Dat is het naar niet! Naar binnen! Oh, oké, dan ga ik. Wens me succes! Daar ga ik! Ik kan het! Kijk, instappen. Ja! Oh, oké. Oké, we moeten voorzichtig zijn. Kijk eens, ik moet Subject S ophalen. Oké, daar gaan we. Oké, geen overlevende. Waar is de eerste? Kijk eens, er zijn er veel. Oké, kijk eens, ik moet dit slim aanpakken. Ik moet dit heel slim aanpakken. Even tellen hoeveel er zijn. Oh, kijk, daar heb je er één. Kom maar. Kom dan. Ah! Oh, ik miste. Oké, we moeten dekking zoeken en dan moeten we ervoor gaan. Oké, die voorste die is heel gewaagd. Ieder veel. Volgende keer dat hij opstaat, pak ik hem. Volgende keer dat hij opstaat. Ja, hier. Ja, ik heb hem. Nee, dekking. Nee, handen omhoog. Je mag je overgeven.
als je niks doet. Kom maar, kom maar. Ja, kom maar. Ik pak je. Ja! Ik heb hem. Oh, dan geen overlevende. Geen overlevende. Neer, handen omhoog. Alles wat hier gezegd kan tegen je gebruikt worden. Je drukt op een tolk. Oké, okay, door naar de volgende kamer. Subject S. Ik kan niet. Subject S. Jemig. Handen omhoog. Als je jou vergeet, zal ik je niet pijn doen. Als je nu met je handen omhoog naar buiten komt, zal ik niks doen. Moet je wel met je handen omhoog komen. Wacht, ik heb smoke. Ik heb smokes. Oké, okay, smoke is gegooid. Smoke is gegooid. Handen omhoog. Oh, wat gebeurt er allemaal? Oh, er is meer! Schieten! Als hij opstaat, is hij de klos. Als hij opstaat, is hij de klos. Okay. Ja, ja, daar ga je! Te laat, te laat. Vanachter! Waar kom jij vandaan? Neer! Doorrennen, kijk eens doorrennen. We gaan trappenhuis in. We hebben nog maar heel eventjes. Subject is, ik kom eraan! Oké, dit is de laatste kamer. Kijk eens, dit is het. Ze hebben het over de receptie gehad tegen me. Oké, Subject S. Wat is Subject S? Oh, ik ben zo benieuwd naar wat Subject S is. Verlossing! Jemig! Jee! Hoera! 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 Ja! Wie is jarig? Niemand. Wat is Subject S? Weet je wel hoeveel mensen ik neer heb geschoten? Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja, maar... En dat was allemaal voor een verrassing. Ja. Wat is de S dan? Wat is Subject S? Suriname. We gaan met z'n allen naar Suriname. Ja! Ja! Hey, personeelsuitje! Ja! En die mensen die ik dood heb geschoten dan? Ja, die hadden toch de doodstraf. Oh, maar Jolie, wat is... Waarom gaan we naar Suriname? Wat leuk! Vind je dat leuk, ja? Ja, natuurlijk vind ik dat leuk! Oh. Peter, we gaan naar Suriname! Heb je het gehoord? Nee, ja, dat zei ik ook al. Hij zegt niks. Ah, Suriname, daar heb ik altijd als heen willen gaan. Heb ik het wel goed gedaan? Daar hebben we het zo over. Daar hebben we het zo over. Is er nog een nabespreking? Ja, zo. Oké. Okay. Pas op, voorzichtig. Is dit Suriname? Hou nou gewoon even je mond. Hoezo? Ik ben gewoon benieuwd. Ik probeer de hele rit een beetje van je af te leiden. Maar het lukt niet. Gaat het? Gaat het, Jody? Ja, gaat wel. Voorzichtig. We zijn er. Wat mooi! Wat is Suriname leuk? Wat gaan we hier doen? Mag het pak uit, nu we hier Wacht zijn? Even. Wat? Nee! Doe nee! Jezus, wat een bloed komt eruit, zo'n klein diertje. Ja, inderdaad, Jezus. Hè? Beter stoppen. Ja, goed zo. Oké. Beter, doe eens nog. Nee, even uit, alsjeblieft. Ben jij aan het eten? Jij! Ik! Je wilt geen gevangenisstraf. Ik wil geen gevangenisstraf. Jij wil ook geen doodstraf. Ik wil ook zeker geen doodstraf. Dus jij... Dus ik... ...moet voorbereid zijn op het echte leven. En jij... Ik. En jij, ja. En ik, ja. 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 Maar wat Peter zegt, jij. Ja, jij. Ik. Ja. Ja, jij, ja. Ja. Hè? Ja, hij, ja. Ja, jij. Nee, die auto. Nee. Oké, hou op. Jij gaat zo meteen een wapen pakken en dan ga je de berg in. Dan ga ik de berg in. Peter en ik zullen alles volgen via live satellietverbinding vanuit een helikopter. Ah, wat mooi. Heeft niks meer mooi te maken. Au. Onderweg zul jij dingen tegenkomen. Obstakels. Oké. Dingen. En nog meer dingen. En nog meer dingen. Ja. Succes. Dankjewel. We komen je aan de andere kant van Suriname ophalen. Is goed. Is goed. Nou, succes heren. Tot jij ziens. Ook. Ik ben voorbereid. Au! Nou, kijk eens. Ik moet naar de andere kant van Suriname. Niet dat dit Suriname is of zo. Ik snap het ook niet helemaal. Maar laten we maar beginnen met deze berg opklimmen. Voorzichtig. Ik ben voorbereid op alles, kijkers. Ik ben voorbereid op alles. We zijn inmiddels al een tijdje in de berg. Ik ben wel al moe. Oh, maar ik dacht, als ik nou naar boven op deze punt ga, heb ik een goed uitkijkpuntje op, weet ik veel, misschien andere dingetjes. Ah, maar ik ben zo benieuwd misschien dat ik hierna weer naar huis mag. En dan heb ik gewoon ook een leuk avontuur meegemaakt van andere dingen. Ik zie een beer. Het tentenkamp. Wacht. Beren, kijk eens. Kijk, beren. Heb jij toevallig maar visjes? Nee, ik heb het wel koud. Wat is dit? Weet je wat het is? Ik zag twee beren in twee blauwe tentjes kamperen. Broodjes smeren. Och, wat een wonder. Ja. Oh, wacht. Ik zie voedsel. Ik snap er helemaal niks van. Mag ik ook een hapje? Wat? Neem maar een hapje, joh. Wat is dit? Het is mijn tijd. Ik moet in de bosjes hier gaan. En dan alles wat ik hier doe, moet ik afmaken. Oké, ik ben er klaar voor. De eerste beer en de tweede beer. Ik heb gasbommen bij me. Ik heb het bij me. We gaan de eerste gooien. Oh, voorzichtig. Hoi, een blikje bruine bonen. Een blikje bruine bonen. Kijk daar, dat gast. Ja. Oh, daar gaan ze sowieso slaapvallen. Wat gebeurt er met ze? Ze kunnen het... Oh, ze vallen elkaar aan! Nee, ze vallen elkaar aan! Oké, en nu slapen ze.
Oh, nu slapen ze. Ah, beren, zo doe je dat, hè? Zonder probleem heb ik deze twee beren uitgeschakeld. Zonder problemen. Jongen, ik ben moe. Oh, kijk eens, we zijn inmiddels al zo ver. Wat een goed uitkijkpunt dit. Oh, kijk, we zijn hier gewoon... Dit is gewoon trouwens waar ik altijd kom. Hoezo noemen ze dit Suriname? Ik herken dit gewoon. En nu moet ik naar het puntje van de berg daar, daar overheen en dan daar naar beneden. En dan is daar, denk ik, de andere kant van Suriname. Maar ik ben er bijna, kijk... Oh, god, wat is dat? Is dat een zwijn? En wat is dat nou? Wat is dat? Ik heb een idee. Als ik gewoon zonder wapen langs loop, zonder iets fout te doen, doe ik alsof ik niet, alsof ze me niet zien. Het zijn volgens mij, dit lijkt wel Timo en Pumba, joh, die daar lopen. Gewoon stil blijven. Kom, Pumba, we moeten verder. Ja, ik ben moe. Ja, dat snap ik. Morgen. Goedemorgen. Hoi. Oh, kijk eens, we zijn er bijna. Oh, ik weet niet waar het nou helemaal, hoe ver ik nog moet. Ik weet alleen niet precies hoe ver ik nog moet, maar volgens mij ben ik er inmiddels al bijna. Ik denk als ik hierboven, ja. Oh. Nou, dan gaan we op de rots staan. En dan ga ik vooruit kijken en dan hoop ik dat ik snel Peter en, oh, hoe heet die ook, een Jody of zo vindt. Oh, waar zijn ze nou? Oh, even kijken hoor. Oh, wat hoor ik nou? Heet het voor geklapper of zo? Wat is dat voor geluid? Wat is dat? Hè? Wow! Hey! Wow! Morgen. Wat cool! Kom jullie me ophalen? Nee. Oh, ja. Moet ik instappen? Ja. Wat gaaf. Ja, ik ga erin zitten. Oh, ja, ik zit. Wauw. Dit vind ik leuk. Wat cool dat jullie me ophalen zo. Overleefd. Ja, ik heb het goed gedaan. Nee. Wat gaat hij doen? Is hij een missie of zo? Ja. Wat voor missie is hij dan? Ja, die was voor hem persoonlijk. Oh. Dus waar gaan wij nu heen? Gaan wij terug? Nou, weet je wat het is? Nou? Je moet je in kritieke punt overleven. Stop, wacht. Oh, wat moet ik doen? Overnemen. Ik heb het overgenomen. Hoezo hebben ze me nou weer achter? Weet je wat? Dan ga ik nu ook weg ook. Dan gaan we naar huis. Dan zoeken ze het maar uit. Zoeken maar een route terug naar huis. Nou, daar zijn we weer, kijkers. Daar zijn we. Laten we hem dan ook gewoon netjes even op mijn dak parkeren. Oh. En dan weet je, kunnen ze nooit meer iets doen. Ik vond het wel heel leuk, moet ik zeggen. Ik vond het echt heel leuk. Lekker op avontuur. Lekker dingen gedaan. Zwijnen tegengekomen. Beren gezien. Oh, en dan stappen we uit. Jezus, hé, wat een zwaar pak. Nou, kijkers. Ik vond het hartstikke gezellig. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb het zeer zeker naar mijn zin gehad. Maar goed, kijk eens. Zullen we Minecraft spelen? Gerrit, ik geef hem wel aan jou. Ik ga even douchen. Ik wil... Nee. Ja, dat is goed, Gerrit. Nee, wat? Je woont niet... Hoe zou jij gaan doen? Oh, ben ik niet. Nee, lekker gedoucht. Nee!